VRT. Willen jullie kans maken op 25.000 euro? Blijf dan luisteren. Wil je het geld niet? Hang dan nu op. Goed, dat dacht ik al. Het spel is simpel. Jullie krijgen 3 uur de tijd om een koffer met 25.000 euro te vinden. De koffer bevindt zich binnen de Ring van Leuven. Allee, voordat ik verder instructies geef, moeten jullie 2 groepen maken. Ik ben over 2 minuten terug en dan geven jullie mij de indeling van de groepen. Tot zo meteen. De ploeg van Jalil is vanaf nu groep 1. De ploeg van Rune is vanaf nu groep 2. Die koffer ligt tussen de paalwoningen waar Damiaan, Vredeseilanden en Co. geen hoge duivels het opscheren. Nu kan ik mij voorstellen dat jullie niet direct weten waar dat is. En daarom zullen jullie 3 aanwijzingen moeten verzamelen. Iedere aanwijzing helpt jullie met het oplossen van het raadsel. Makkelijk toch? Of niet? Want uiteindelijk kan er maar 1 groep met koffer met geld naar huis. De finale en enkel de finale spelen jullie tegen elkaar. Jullie kunnen de koffer enkel vinden door exact onze instructies op te volgen en jullie aan de regels te houden. Oh ja, die 25.000 euro is ook in te ruilen voor een royaal etentje voor de winnende ploeg. Twee goed luisteren. Jullie mogen nu jullie vehikels nemen en jullie begeven naar de kruising van de Schapenstraat met het Wolvengangpad bij de Wolvenpoort aan jullie rechterkant. Wacht, zet jullie fietsen daar vast en wacht op verder instructies. De ploeg van Rune heeft een kist gevonden. Deze is echter op slot. De andere ploeg heeft een sleutel gevonden. Nu smelten ze samen en ontdekken ze de inhoud van de kist. Ja, kom, hebben jullie dat sleuteltje nog? Ja, we hebben dat nu nodig. De samengesmolten groep komt te weten dat ze naar de Vaartkom moeten. Daar ontdekken ze aan de hand van een rekenraadsel dat ze aan de tramweg moeten zijn. Niet meer, niet minder. 1 vraag voor jullie. Hebben jullie de bal gevonden? Wat staat er op die bal? Doe dat met z'n allen en blijf daar wachten op verdere instructies. Dan gaat er 5.000 euro af. Kijk maar eens wat het daar mooi uitziet en kijk naar die 2 knappe heren die hier staan. Het zijn wij van de Voog. Grote Beer en Kleine Vos hebben een koffertje met 25.000 euro voor jullie. Nu ja, wij hadden een koffer met 25.000 euro, want jullie ongehoorzaamheid kost jullie 5.000 euro. Het aperitief van het etentje mogen jullie vergeten. We wensen jullie nog veel succes, want 20.000 euro is nog altijd een pak geld.
volgende tip staat op een 5 euro biljet, dat we hier neerleggen. Schiet nog even een vuurpijl af om de aandacht te trekken. Zorg jullie maar dat jullie het biljet als eerste hebben. Dankzij Basile en zijn natte voeten is de kegel bemachtigd. Nu rest er enkel nog de taak om hem open te krijgen. In de kegel zit een Sudoku. Deze moeten de aspies oplossen om de volgende locatie te weten te komen. De aspies krijgen de Sudoku maar niet opgelost.
en vragen dus een nieuwe tip. Weer gefaald. U kent de consequenties in verband met de inhoud van de geldkoffer. Swimming in December, heading for the city lights, and I ain't 7'5". We're sharing each other, and nearer than father. The scent of lemon drips from your krijgen door een vreemde een jas in de handen gestopt. In één van de zakken zit een papiertje met daarop de URL naar een filmpje op YouTube. Het zijn wij, grote beer en kleine vos. Als u dit ziet, betekent het dat u de finale heeft bereikt. Hoe goed. Ik weet niet hoeveel geld er nu nog in de koffer zit, maar aan het begin van het spel was er nog 25.000 euro te raken. De finale gaat door in een afgezonderde ruimte. Zoek naar mij, grote beer, op de oude man. Sterkte. De aspies zijn al snel vertrokken en zijn zelfs hun hengeltokken vergeten.
Ik weet niet hoeveel geld er nu nog in de doos zit. Maar, nee, het komt eruit. Hallo, ik spreek met de phone. Wat is de indeling van de groepen? Zo, kijk. Ja. Zo, niet vasthouden. Schuiven, denk ik. Schuiven. Naar je toe. Opnieuw. Ja, opnieuw. Kijk, recht naar.